Het heeft erom gespannen vannacht in Veendam. Want de brand die ontstond in een leegstaande bovenwoning in de Kerkstraat had meer panden in het centrum in lichte laaien kunnen zetten. De brandweer rukte uit met groot materieel nadat een buurtbewoner alarm had geslagen. Kort voor 3 uur heeft een omwonende het ontdekt. Althans, die rook en brandlucht, heeft de politie gebeld. Toen wij kwamen zagen we ook dat er ramen zwart geblakerd waren. De brandweer is gekomen en op dat moment dat de brandweer was, sloegen de vlammen al uit het dak. Om te voorkomen dat die vlammen zouden overslaan naar naastgelegen panden, werden die nat gehouden. Daardoor ontstond waterschade aan 2 aangrenzende panden, een café en een juwelierszaak. Maar zo kon het vuur zich niet verder verspreiden. In brandweertermen gesproken was er vannacht sprake van een grote brand. Dat had met name te maken met het risico dat het vuur zou over kunnen slaan naar de aanliggende panden, de belendende percelen zoals het heet. Maar zoals de situatie er nu voor staat, blijft het beperkt tot de bovenwoning. Even na 6 vanmorgen kwam het zijn brandmeester. Oorzaak van de brand is onduidelijk. De technische recherche gaat daarnaar een onderzoek instellen.